Als je er volgende week ook twee maakt, dan zal de reactie hier wat anders zijn, denk ik, hè? Ja, volgende week tellen ze echt, hè. Dus ja, ik kijk er al naar uit, naar volgende week. Hoe kijk jij terug op de voorbereiding? Want die zit er nu met na deze wedstrijd natuurlijk op. Ben je tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden. We hebben hard gewerkt en de groep die staat er goed op. Alhoewel we wel een aantal geblesseerde spelers hebben, ja, staat de rest er gewoon hartstikke goed op. Heb je het gevoel dat je echt de concurrentiestrijd gewonnen hebt? Want ook vandaag start je weer in de punt van de aanval. Je pikt je doelpunten ook mee. Dat lijkt wel in jouw voordeel echt beslist te zijn. Welke concurrentiestrijd? Om centrumaanvaller te worden hier. Ja, ik doe gewoon mijn best en ik wil gewoon spelen. Dat is voor mij belangrijk. Roland die speelde ook. Ik ben tevreden. Nu is de uitslag natuurlijk niet iets waar jullie tevreden over kunnen zijn. 2-2 tegen NAC, de laatste wedstrijd in eigen huis. Dan wil je natuurlijk winnen. Zitten er in deze wedstrijd wel dingen verborgen waar je toch iets positiefs uit kan halen richting de competitiestart? Ja, zeker. We hebben gewoon goed voetbal laten zien. Ik denk dat we niet veel kansen hebben weggegeven. We zijn twee keer slordig geweest achterin. En dat hebben ons doelpunten gekost. En daar moeten we gewoon scherper in worden. Nu de familiedag van Sparta. Allerlei festiviteiten buiten. Iedereen heeft er zin in. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik heb het nog niet gezien buiten, maar ik ga zo meteen even kijken nemen. En, ja, ik verwacht gewoon een gezellige dag met de supporters. Ja, past ook bij deze club, hè? Dat zou je in die paar weken wel al gelijk gemerkt hebben. Ja, zeker. Het is een club met heel echte supporters. Ze komen vaak kijken, ook bij de trainingen en zo. Dus ik kijk ernaar uit om straks naar buiten te gaan.